Ja, het gaat goed met Kayan. Hij is ongeveer 2,5 maand nu. Hij doet super goed. Hij wordt steeds vrijer. Dat is erg leuk om te zien. Zijn moeder laat hem ook al wat meer los. Dus hij loopt al een klein stukje zelf. Dus dat is erg leuk om te zien. En hij is gek op water, hoorden wij. Ja, hij is gek op water. Sowieso, als wij de olifant gaan douchen in de stallen, dan staat hij vooraan. En dan moeten we heel erg oppassen, want we hebben luiken die we open doen voor de voeten. Daar kunnen wij de voeten in pedicuren. En we moeten echt oppassen dat hij daar niet doorheen klimt. Dat is een ondeugend olifant. Ja, dat wordt nog wat in de toekomst. Ja. En hoe gaat het met Mauk en Manoa samen? Ja, gaat eigenlijk heel goed. De vorige keer was Mauk nog een beetje jaloers. En dat gaat veel beter nu. Het is ook wel heel erg leuk om te zien als ze bijvoorbeeld naar binnen komen, de stallen in, van buiten naar binnen. Dan rent hij zo met zijn broertje mee. En hij heeft inderdaad de eerste zwemles gehad. Ja, hij heeft voor het eerst gezwommen. Ik heb het zelf niet gezien helaas. Ik heb het gehoord van collega's en ik heb filmpjes gezien. En het is gewoon heel erg leuk om te zien hoe moeder en andere dieren hem heel erg beschermen. En vooral als hij het water weer uitklimt, dan zie je echt dat zij ruimte voor de kleine maken, zodat hij goed het water weer uit kan klimmen. Dus dat is heel erg leuk om te zien.